Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel al hebt kunnen zien, heb ik weer een Action shoplog voor jullie. Ik weet dat mijn laatste Action shoplog nog niet zo heel erg lang geleden is. Maar ik had weer wat spulletjes nodig. En ja, daarvoor kun je het beste gewoon naar de Action gaan. Omdat ik gewoon wist dat Action die spullen had. Ik heb een aantal producten gekocht die in de aanbieding waren. Dat zal ik er dan ook eventjes bij zeggen als die in de aanbieding waren. De prijzen zal ik ernaast in beeld zetten. Dan weet je dus dat de prijs die ik ervoor heb betaald de aanbiedingprijs was. En producten normaal ietsjes duurder zijn. Vaak scheelt dat niet heel erg veel. Ik krijg de laatste tijd best wel vaak de comment dat sommige mensen vinden dat ik best wel veel praat tijdens mijn shoplogs. Maar dat komt vaak omdat ik gewoon heel erg enthousiast ben over de spullen die ik dan heb gehaald. En vertel ik misschien meer dan dat je wilt weten. Maar dat is gewoon de manier waarop ik mijn shoplogs opneem. Ik ga erop proberen te letten. Maar ja, het is gewoon iets zoals ik mijn shoplogs opneem. Dus ja, dat is een beetje... meer eventjes de mededeling die ik wilde doen. Als je benieuwd bent naar de spulletjes die ik heb gekocht, kijk dan zeker even gezellig mee met deze shoplog. Ik begin weer even met wat dingetjes die ik heel vaak bij de Action kocht. En dat is onder andere weer een nieuwe shampoo. Dat is de Dove Intense Repair. Die heb je al wel vaker in Action shoplogs voorbij zien kunnen komen van mij. Ik heb altijd deze shampoo. Die is heel fijn. En deze is bij Action gewoon lekker low budget. Dus ja, ik had gewoon weer eventjes een backup nodig. Die van mij die schoot alweer op. Vooral de conditioner die heel snel gaat. En toen dacht ik, nou weet je, koop ik ook gelijk een nieuwe shampoo. Heb ik gewoon weer een nieuwe staan. Dus dat was de shampoo. En dan uiteraard ook de conditioner. Ook de Intense Repair. En ja, zoals ik al zei, conditioner gaat heel hard bij mij. Dus die had ik echt weer heel hard nodig. En ja, ik ben blij dat Action deze nog steeds heeft. Omdat ze natuurlijk best wel een wisselend assortiment hebben. Maar zodra ik alweer voel dat mijn producten op beginnen te raken, neem ik deze altijd weer even mee bij de Action. Dan het product wat in de aanbieding was. En dat was de wasmiddel van Robijn. Ik hou eigenlijk altijd mijn wasmiddel bij de Action. Omdat die daar lekker goedkoop is. En ik kan niet zo goed tegen goedkope wasmiddel. En wasverzachter, daar krijg ik uitslag van. En hij was nu in de aanbieding. Dus ik dacht, au, die van mij schiet alweer op. Laat ik alvast weer even meenemen. Deze is voor de stralende witte was. En... ja, ik dacht omdat hij in de aanbieding was, dan zet ik hem gewoon weer in mijn kast. Dan heb ik alvast een nieuwe staan. Dat gold dus ook voor de Robijn, voor de zwarte was. Ook deze begon al best wel op te schieten. Dus ik dacht, nou dan neem ik alvast weer een nieuwe mee. Deze zijn allebei trouwens voor 15 wasbeurten. Dus nou ja, prima en lekker goedkoop bij de Action. En ook de wasverzachter was in de aanbieding. En ik ging dit keer voor deze. Ze hebben bij de Action op dit moment twee geuren van de wasverzachter van Robijn. En ik heb nu de Orange Rus. En deze is voor 30 wasbeurten. En volgens mij ruikt deze ook wel heel erg lekker. En ik ga hem gewoon even ruiken. Want ik heb hem dus niet gerookt. Maar volgens mij heb ik deze al een keertje gehad. Ja, deze ruikt echt heel erg lekker. En... ja, ik vind dit soort producten fijn om op voorraad te hebben. Gewoon in mijn kast te hebben staan. Zodat ik weet dat ik het niet mis kan grijpen. En ja, omdat ze nu alle drie in de aanbieding waren, was het een goede deal, dacht ik zo. Dan kocht ik nog twee producten die in de aanbieding waren. En dat zijn deze Big Shirts. En deze hebben lange mouwen. Ik ben voor maat M gegaan. Ik dacht, ja... is op zich wel, wel lekker, zeg maar. Ja, gewoon om ook gewoon 's avonds te dragen bijvoorbeeld. Ik heb er eentje met de tekst Sleep All Night. Dat is de zwarte variant dus. En dan kocht ik ook een soort van blauwe. En hier staat op Let's Sleep Under the Stars. Ze hadden in totaal 4. Misschien als ze bevallen dat ik er nog wel 2 bij haal. Want ik had eigenlijk helemaal niet dit soort shirts met lange mouwen. Alleen maar met de korte mouwen. Dus ik dacht, nou ja, dat vind ik wel een ja, prima koopje dan. Dus ja, eigenlijk deze Big Shirts met lange mouwen. Dan het product waar ik echt voor naar de Action ging. En dat waren schroevendraaiers. Ik kocht deze schroevendraaierset. En ik weet dat deze heel goed zijn. Want in het verleden heb ik deze wel eens gebruikt. Helaas heb ik ze niet meer. Dus ik had echt eventjes nieuwe nodig. Helemaal nu ik bezig ben met het in elkaar zetten van meubels. Je hebt, even kijken hoor, 6 schroevendraaiers. En je hebt zeg maar met het streepje... Dus de rechte, en je hebt ook de kruiskop en die zit er dan in verschillende maten bij. Heel fijn, en deze set was eigenlijk helemaal niet zo duur. Dus ja, prima, nu kan ik weer verder met mijn meubels, waar ik heel blij van word. Dan nog even een handig ding, en dat is deze rolmaat. Deze kan 5 meter. Ik had zelf geen rolmaat meer. En ik dacht, nou, eigenlijk best wel handig om te hebben. Om dingen op te meten. En ja. Nou ja. Oh. Dan kun je het gewoon opmeten. Ja. Het zijn gewoon van die dingen die gewoon handig zijn om in huis te hebben. En ik zag deze bij de Action. En ik dacht, laat ik die ook maar gewoon meenemen. Want dat komt altijd nog wel van pas. Dan haalde ik nog een basic, en dat is deze zak met konijnenvoer. Heb ik ook al wel vaker verteld. Ik heb een konijn en mijn konijn vindt dit voer van de Action zo lekker. Er zitten er gewone vitamines A in, D3, eigenlijk alles. Het is echt complete voeding. Mijn konijn vindt dit echt het lekkerste voer wat er is. Want hier eet hij echt zo'n bakje gewoon van leeg en bij het andere laat hij heel vaak nog wat staan. En deze konijnenvoer die scheelt echt best wel veel geld in vergelijking als ik hem in de supermarkt koop. Het is een zakje van 1 kilo, maar ja, dikke prima. Ik was nu bij de Action. Ik dacht, laat ik gewoon vast een zak meenemen. Heb ik hem weer op voorraad. Kan ik niet misgrijpen. Dan kocht ik nog een heel belangrijk ding voor mij. Dat is een asbak. Mijn asbak was gesloopt. Of kapot eigenlijk. En... ik had een nieuwe nodig en ik kwam deze tegen bij Action. En deze hebben zo'n draaimechanisme waardoor je dus dit kan doen. Deze hadden ze in verschillende kleuren en ik vond rood wel leuk. Dus ja, die was ik de vorige keer vergeten. En dit is toch wel echt een must-have voor mij om te hebben. Dus even heel basic een nieuwe asbak. Dan kocht ik ook nog 2 setjes met chokers. Ik heb al vaker chokers gehaald bij de Action. Die bevallen prima. En ik kwam nu wat andere kleuren tegen. Allereerst deze. Volgens mij is dit... even kijken hoor. Welke kleur is dit? Blauw, zwart. Ik kan het niet zo heel goed zien. Een zilver bandje en een witte. En die vond ik ook wel heel erg leuk. Leuk om te combineren. Dus een keer wat andere kleuren. Ik heb eigenlijk vooral zwarte chokers. Ik dacht, hé, dit is wel eens een keer wat anders. Vond ik er heel leuk uitzien. Dus die 3 kleurtjes. En dan ook nog deze. En deze vond ik ook heel tof. Dit is volgens mij een zwarte kleur. Ik kan het heel moeilijk zien. Het lijkt ook donkerblauw. Maar deze heeft een beetje glitters. Vond ik al heel leuk. Dan deze hele fijne met van die kleine strasssteentjes erop. En tot slot een gouden choker. Wat ik ook wel heel erg tof vond. Ja, goud, rosé, roze. Ik weet niet precies. Maar ja, gewoon eens wat andere kleurtjes. Ze zagen er leuk uit. En ik denk ook wel eens een keer leuk om iets anders te combineren dan altijd de standaard kleuren die ik heb. En ja, die chokers van de Action zijn zo goedkoop. En ik zag nu wel nog een paar leuke setjes. Dus ik dacht, nou, die neem ik ook even mee. Dan ben ik alweer bij het allerlaatste item aangekomen wat ik kocht bij de Action. En dat is deze lightbox. Dan zul je denken, hè, nog een lightbox. Je hebt daar al een lightbox staan. Ja, dat klopt. Deze heeft ook... dit is een A5 formaat. Hier kunnen ook maar 2 rijen in. Maar ik vond deze gewoon heel erg leuk om... in mijn slaapkamer te zetten met bijvoorbeeld Sweet Dreams. Gewoon om mijn slaapkamer wat op te fleuren. Ik ga hem er even uithalen. Dan kunnen we even zien hoe het eruit ziet. Want daar ben ik zelf ook best wel benieuwd naar. Ik maak even het doosje open en dan kom ik bij jullie terug. Ik heb het doosje opengemaakt. Dus dan is dit de lightbox. En ja, het is echt een schattig formaatje. Aan de zijkant zit het aan een uitknopje. En dit is toch super schattig voor in de slaapkamer. Ik heb even gekeken hoeveel batterijen erin gaan. Er gaan 4 AA-batterijen in. Best veel, maar oké, het zijn er alweer minder als in deze grote gaan. Want hier gaan wel 8 batterijen in. Dat is pas onwijs veel. Je kunt hem ook ophangen, zag ik. Ik weet eigenlijk niet of dat bij deze ook kan. Deze kun je ook aan de muur hangen. Dat is ook natuurlijk wel super leuk. En uiteraard zitten dan hier de cijfers bij. Die zitten netjes verpakt. En volgens mij zitten er ook... Ja, er zitten ook symbolen bij. Je krijgt er 60 letters en symbolen bij. Symbolen zijn niet heel uitgebreid, moet ik zeggen. Je hebt een apenstaartje, een N-teken en een hashtag. En dan heb je gewoon de letters van 0 tot en met 9. Die zijn niet heel uitgebreid. Er staat hier achterop wat voor de letters erbij zitten. Maar ja, ik vond het wel leuk, zeg maar. En hij was zo goedkoop dat ik dacht, dit is zo leuk voor in mijn slaapkamer. Dus ja, dit vond ik wel een heel leuk aankoopje, deze lightbox. Dan waren dit alweer mijn aankoopjes die ik deed bij de Action. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben echt heel blij met deze aankoopjes. Ga ook gelijk nu alles netjes opruimen. Mocht je benieuwd zijn naar bepaalde producten, die ga je vast nog wel terugzien in mijn vlogs, in mijn weekvlogs bijvoorbeeld. Zoals deze lightbox, die zul je vast nog wel eens in mijn slaapkamer tegen gaan zien komen. En de chokers die draag ik gewoon. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk even gratis abonneren. En dan zie ik je graag weer bij de volgende video. Doeg!